In het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk, zijn in een week tijd 3 vleermuizen weggehaald. Ook vandaag was het weer raak. De beestjes vlogen over verschillende afdelingen en konden dus bij patiënten komen. Maar ze zijn ongevaarlijk, zegt Alexandra Haan van de Vogelwacht. Nee, het kan op zich geen kwaad. Vleermuizen het zijn hele schone dieren. Ze zitten niet aan isolatiemateriaal of kabels of wat dan ook te knabbelen. Alleen ja, het blijven natuurlijk gewoon dieren die uit het wild komen. Dus ja, ik bedoel, het is, zeker in een ziekenhuis is dat natuurlijk niet wat je heel graag wil. Het ziekenhuis is een ideale plek voor de gevleugelde insecteneters. Ja, de vleermuizen waar het in dit geval om gaat, dat zijn soorten die in de spouwmuur zitten. Dus dat zijn gebouwbewonende soorten. En het ziekenhuis is natuurlijk redelijk nieuw. En daar hebben ze hele mooie spouwgaten aan de buitenkant gemaakt. Alleen ze hebben ook spouwgaten aan de binnenkant gemaakt. Waardoor de beesten via de spouw gewoon het ziekenhuis zelf in kunnen. En als het in de spouw zelf, zeg maar, de omstandigheden niet helemaal goed zijn. Het is bijvoorbeeld te warm of te koud. Ja, dan zoeken ze dus een plekje op waar ze wel terecht kunnen. En dat is in dit geval in het ziekenhuis. Daarom speelt dit probleem al jaren. Ik kan me herinneren dat sinds het gebouw er staat wij ook al meerdere keren uitgerukt zijn omdat er een vleermuis ergens in het gebouw of in de hal of waar dan ook zat. De vleermuizen zijn opgehaald door de dierenambulance. Eén van de dieren is naar vogelopvang Karel Schot in Rotterdam gebracht. Dat heeft weinig zin, zegt Haan. Vleermuizen die maken jaar in jaar uit van generatie op generatie gebruik van dezelfde verblijfplaatsen. Dus dat is ook hun veilige plek, hè? Net zoals dat ons huis dat voor ons is. Dus zodra ze weer vrij gelaten worden, zullen ze daar naartoe vliegen. Omdat vleermuizen een beschermde diersoort zijn, is het ziekenhuis nu op zoek naar een diervriendelijke manier om ze buiten het gebouw te houden.